Op het moment dat je gevraagd wordt, dan weet je ook waar je ja tegen zegt. In Groenlo het best bewaarde geheim. Dan zeg je ja tegen de komende maanden punt 1 je mond dicht houden. Ik stak al veel tijd in de carnaval, nu is het alleen nog veel meer. En daarna op het moment dat je onthuld bent, is het gewoon gas geven. Is de eerste dag van de Drie Dagen! Zondag steeds heel golfvol met het gelaten leuk. Vol spanning voor de optocht, deze bent nog lang niet meer. Virus en de carnaval en de rieters tot weer met. En op kale snikkels heb je carnavalsbudget. Sparen dat... Halen was een flauw grapje uit om bijvoorbeeld bij iemand aan te bellen op 11 september. En even zeggen, god, we komen even hier even iets drinken voordat wij werkelijk op pad gaan. Ja, dat zijn wel schuimbeweringen die we doen. Dat is wel een beetje het spel eromheen. Ja. Dus echt wachten tot de zon onder is en het donker is. En ook wij gaan dan met kriebels in onze buik op pad. En je moet toch aanbellen bij de mensen thuis, want het mooiste is natuurlijk om ze op het nus te vangen. En dat betekent dat je werkelijk het oprit oploopt bij de beoogde stadsprins, aanbelt en zo snel mogelijk binnen probeert te komen. Ik dacht, wat moet hij hier? Rob en Miguel, de president en de vorst, die vragen altijd de nieuwe prins en adjudant. Ja, dan sta je daar binnen en dan is het eigenlijk direct aangeven van gefeliciteerd, jij bent onze 53e stadsprins, zoals we dat bij Miguel gezegd hebben. En als iemand dan binnenkomt en die scepter dan op de tafel legt, dan denk je echt, wat erg. Ik weet nog dat ik zei, oh, wat erg. Toen moest het bij mij nog een paar seconden indalen. En toen dacht ik, ja, te gek. Hij wil blijkbaar vragen of ik prins wil worden. En dat is heel erg onwerkelijk in eerste instantie. Dan denk je, ja, word ik nou in de maling genomen of niet? Maar inderdaad, later kwam Miguel, die schoof aan. En toen was het allemaal wel voor het echie. En dan gaan we rustig zitten. En dan vragen we hem officieel of hij onze 53e stadsprins wil worden. Dan zijn antwoord, en ook zijn vrouw's antwoord, was daar volmondig ja op dit jaar. Ja, en dan ga je samen met hem kijken, wie moet dan jouw adjudant worden? En dan wordt het heel leuk, want dan mag jij datzelfde, zoals zij het altijd noemen, het cadeautje weggeven. Dat mag je dan ook bij je adjudant gaan doen. Dus toen hebben we Christophe naar ons huis gelokt. Ja, Michael belde me op of ik even langs kon komen. En meteen toen ik bij hem binnenkwam, zaten die twee mensen daar. En toen wist ik eigenlijk al meteen van, dit is iets, dit heeft met de carnaval te maken. Dus Michael die vroeg me meteen en ik zei meteen uiteraard ja. Ja, dan gaan ze vertellen wat er allemaal bij komt kijken en wat het allemaal is. En dat je het geheim moet houden. En dan hebben we een periode van 2 maand, of ruim 2 maand. Waarin een hele kleine groep mensen weet wie het gaan worden. En heel veel mensen gissen wie het gaan worden, maar er nooit eigenlijk achter komen. En het is nog nooit uitgelekt. Dat geheimzinnige is zo ontzettend leuk. Ja, dat was heel erg leuk. Dat was eigenlijk het leukste van het hele verhaal. Ja, je hebt een geheim met z'n allen. Iedereen, degene die het weet, de president en de vorst en mijn vrouw en Michael en Marloes. En dat was het dan. In Groenlo zijn zoveel mensen ermee bezig. Wie worden de prins en wie wordt de adjudant? Er zijn hele lijsten die daar ingevuld worden. Dan kun je gokjes wagen. Wij zijn heel vaak genoemd als prins en adjudant. Dat ze dan zeggen van, hey, maar misschien word je wel prins of adjudant. En dat je dan op een of andere manier liegt daarover, zeg maar. In plaats word je daar inderdaad heel erg goed in. Dit is jouw broek, Michael. Ja, het is zo'n groot geheim. Ik bedoel, we kunnen onze kinderen daar wel bij betrekken. Maar het zal wel heel lullig zijn als ze per ongeluk verpraten. Ja, nee, daar kan je niet meer terugdraaien natuurlijk. Dus zij wisten het niet. Je wordt echt heel goed in het liegen eigenlijk. Dus onze kinderen hebben nu nog dagelijks dat we zeggen, ja, toen we eigenlijk zeiden dat we daar waren, waren we eigenlijk voor de carnaval. Nou, weet je, dat ze niks door hebben gehad. Maar we hebben achteraf
afgesproken bij vage bosjes om daar door een busje opgepikt te worden. En daar werden we dan snel ingegooid en dan weer naar Rob of naar een andere geheime locatie toe om daar dingen te gaan bespreken. Dus dat is superleuk, want alleen jij en jouw adjudant en de vrouwen die weten het. En voor de rest weet gewoon niemand het, maar iedereen is er wel mee bezig. Ja, dat is toch helemaal prima. Wij komen met de nieuwe hoogheden een vijftal keer bij elkaar. Waarom doen we dat? Om allereerst een aantal zaken door te spreken wat er allemaal tot aan de onthulling moet gebeuren. Want je moet natuurlijk een proclamatie maken. Je moet een medespeech maken. Er moeten foto's gemaakt worden. Er moeten dan buttons gemaakt worden, omdat er buttons worden uitgereikt op het moment dat de onthulling is geweest. Al die zaken spreken met elkaar door om gezamenlijk tot een goed ingevuld zeg maar, ja, programma te komen voor dat Prinsenbal. Om daar ook echt als professional op de bühne te staan. Zelfs. Omdat clubtres als Vreubel, Max Kwiebes in mijn helm. Oh nee dan. Nee, maar ik denk, het mooie van deze vond ik dat de gezinscarnaval even wordt genoemd. Uiteindelijk is het wel een... In eerste instantie wordt er een opzet gemaakt. We weten ongeveer waar het naartoe gaat. En dan is het, Michael schreef een opzet. Wij kijken daar overheen. Wij bekijken het. We hebben zelf toevoegingen. Hè? Iedereen doet er even een plasje over. En uiteindelijk komt dat eruit. Goed naar Google vertalen. Heel veel dingen wilden ze erin en ze wilden graag een dubbele lage in. En het moest kort en maar krachtig zijn. En ik weet niet hoe lang we daarover hebben gedaan, maar dat was echt wel een dingetje. Ging ons schapel spontaan in de ankers. Zij wisten het niet, maar omdat ze bij de Dansmarietjes zitten, wilden ze graag de onthulling zien. En Merel is het laatste jaar Dansmarietjes, dus zij mag dan eindelijk een keer de onthulling zien, want dit is mijn laatste kans. En het kwam voor ons goed uit, die vraag, dus daar komt. Nee, nee. Goed zo. Nee, nee. Sjaal zonnebril op. Ik geloof dat we nog een muts op hadden. Maar en om het laatste stukje te overbruggen, want je wordt afgezet in de buurt van het City Lido, waar je dan later onthuld wordt. Maar het laatste stukje moet je nog over straat heen. Ja, dan moet het natuurlijk niet dan alsnog verprutst worden. Dus we waren onherkenbaar, werden we als malote Lido binnengeholpen. Dus net zo geheimzinnig en spannend was het. Ja. Net voor de onthulling zit je dan beneden in de kleedruimte van het City Lido. En dan hoor je dus boven ook al de muziek. En dan hoor je al dat de mensen binnenkomen. En langzamerhand stijgt de spanning. Goed. Geen dorst van. Verordeneerd, moet het samen doen, hè? Geordineerd en maak bekend dat. Ten eerste. Hé, de Snikkels. Goed evening. Altijd gezellig. Ik vind het wel heel spannend. En ik denk dat als we zo meteen in dat hokje zitten en de onthulling en de muziek, want dat hebben ze hier altijd gewoon ontzettend goed voor elkaar. Als dat allemaal hoor, dan dat we dan met z'n tweeën zitten, dat het dan wel heel erg spannend gaat worden. Ja. En de drank maakt de hoop goed, hè? Hier zijn jullie dames! Hallo! Hey! Je wordt voorgesteld aan de Raad van Elf, voorgesteld aan de Dansmarietjes, Hoofdballet. Die komen er allemaal even langs. Die zien het dan dus ook voor het eerst wie de prins adjudant zijn. Dus dat is ook wel leuk om die verrassing daar al te zien. Net voor de onthulling loop je dan vanuit de kleedkamer loop je naar boven toe. Dan heb je ook je prinsenpak aan, dat is ook altijd een moment dat je het hele pak mag gaan aantrekken. Je steekt dan nog niet op, maar je bent verder al wel helemaal klaar. En wij wisten zelf, hebben we de onthulling nog niet gezien. Dus wij weten zelf ook helemaal niet wat er gaat gebeuren. We wisten alleen, als er een keer ja geroepen wordt op een bepaald een punt in de muziek, dan moeten we door het papier heen springen.
En wat de hoogte zou zijn, waar we vanaf zouden moeten springen, was totaal onduidelijk. Nou, daar blijf je een kwartier zitten. We hebben ons prima vermaakt daar binnenin. In het stadje van plezier. Je weet totaal niet wat er op je afkomt. Je weet ook niet hoe de onthulling gaat. Dus we stappen een doos in en je denkt van, nou, het zal allemaal wel. Je hoort wat muziek op de achtergrond. Nou, en dan is dat moment er dat hij stopt met draaien. In dit geval was het nog één keer te veel dat hij draaide, dus dat was wel hilarisch. Je hoort alleen maar, ja, als wij op die doos kloppen, dan moeten we eruit. Nou, dat was waarschijnlijk iets te laat, omdat ze die doos te vaak hebben gedraaid, blijkbaar. Maar dat maakt verder niet uit. Ja, nu! Ja, en dan is het gewoon gaan. Dan is het het papier doortrappen, eruit. En dan zie je dus één grote bak ver licht. Al die mensen die daarvoor staan, nou, gelukkig werd er gejuicht. En dan komt de ontlading van het al die tijd geheim houden van dat geheim wat je al die tijd bij hebt. En volgens mij struikelde ik bijna nog een keer, volgens mij. Maar ja, het was hartstikke leuk om te doen. Jongens, ontzettend bedankt voor deze fantastische ontvangst. Geweldig. Knullekens, wie neemt jullie met naar een bijzondere avond? Een bijzondere 11 september 2015. Het was een deursnee avond. Meryl moest ook heel van huilen, die was echt helemaal overdonderd. Ja, van geluk, want ik vind het echt heel erg leuk. Het is mijn droom. Jouw droom? Ja, ik vind het echt heel erg leuk dat ze hier prins is. Prins Michael den Eerste. Ja, prins Carnaval. Die wordt altijd in het zonnetje gezet. En ik vind wel dat mijn vader dat verdient. Want hij werkt altijd heel hard en zo. Ik heb net ook opgetreden met de dansprintjes, ja. Ik weet niet of het goed ging, maar voor mijn gevoel ging het wel gewoon als normaal. Michael zei altijd, het lijkt me heel leuk om het een keer mee te maken van dichtbij. Het mag ook in de vriendengroep zijn van zijn 12 vrienden, dat het ook iemand anders mogen zijn. Maar dat het nu zelf is geworden, is wel heel erg leuk. Ik had het eigenlijk al een beetje opgegeven. Ik denk dat ik 10 jaar geleden heel erg met die vraag bezig was. Van, nou, het lijkt me toch wel een keer leuk dat. Maar je zit nu, je zit in de kinderen. Ik had het zelf niet verwacht, nu, op dit punt. Dus het was voor mij wel een hele grote verrassing, ja. Michael is de prins. Michael. En Michael. Michael Lammers. Michael Lammers. En de adjudant, dat is Kristal. Ja. Kristal, ja. Was in 1968 prins van de Knunnekes. Daarvoor heb ik een aantal carnavalslagers gemaakt samen met mijn grote vriend Jan Wolberink. Daarna ben ik in 1969 vast geworden van de Knunnekes. Dat ik dacht ongeveer tot 1980, 81, 82. Ik ben in 1963 bij de oprichting van de Knunnekes geweest. Ik ben daar gelijk gekozen in het bestuur. Ik ben toen secretaris geworden. Dat heb ik 14 jaar, heb ik dat tot 1977 heb ik daar volgehouden. En toen ben ik in 78 ben ik prins carnaval geworden van Groenlo. Wij zijn nu bezig redelijk op leeftijd, dus in onze jeugd was het uiteraard anders. Vooral in de beginjaren, toen was het nog kleinschalig, moest er heel veel gebeuren. Van ieder lid werd ook verwacht dat ze heel veel deden. De Raad van Elf moest ook zorgen voor wagen bouwen voor de prins en adjudant. Je was er in wezen dagelijks mee bezig, al maanden van tevoren. In de beginjaren, dat weet Kees ook, in de beginjaren, dan moest je als prins, in elk café hield je dan toespraken. En dan werd je een soort, moet zeggen, een soort volksvertegenwoordiger die voor zijn eigen partij sprak. Ik wil vrede.
Ik heb er nu 53 meegemaakt, 53 zittingen, 53 prinsen. Ja, ik ken ze in alle eerlijkheid. De eerste 25, die ken ik uiteraard als Rollenaar, geboren Rollenaar, ken ik die überhaupt. Maar zo geleidelijk aan, ja, dan komt het van dat jonge spul, dat ja. Maar je moet niet ben vragen. Ik de naam, dan kan je van gezicht en dan denk je, ja god, hoe heet je ook alweer? Het kanon is onze grootste trots. Prins Frederik Hendrik heeft dat kanon achtergelaten toen hij hier de stad bevrijd heeft van de Spanjaarden. En dat kanon is ook de naamgever. Een klein kanon is een knunneke en de club heeft zich destijds de Knunnekes genoemd. Het is gekomen door een aantal mensen die al carnaval vierden in Groenlo. Er waren wat losvast carnavalsfeestjes. Er was een Limburgse club, mensen, immigranten uit Limburg die in Groenlo wonen en al carnaval vierden. En een aantal van die mensen en een aantal mensen die hebben gezegd van we gaan nu een officiële carnavalsvereniging oprichten. Oprichtingsvergadering. En dat was een redelijke goede bezetting toen die avond. In diezelfde avond zijn in wezen de Knunnekes al opgericht. Is er al een raad van 11 gekozen. Ging erg moeilijk moet ik zeggen. We waren met z'n tienen. We konden geen 11e vinden. En toen is er zelfs een mevrouw gekozen wie in de zaal aanwezig was. Wie erg benieuwd was hoe die vergadering zou verlopen. Maar ze heeft toen ja gezegd en ze heeft een 10 jaar met ons meegelopen. En in 1964 was de eerste optocht en dat was ook gelijk mijn eerste optocht. En ik ben van 1960, dus dan kun je ongeveer uitrekenen dat ik als kleine jongen van 4 mijn eerste optocht gelopen heb. Als bakkertje, want onze buurman was bakker. De helft van de Groenlandse bevolking kan prins worden, de mannelijke helft kan prins worden. En je hebt daarbij dus niet een grote beurs nodig of zo. Iedereen in Groenland kan prins worden, want alle kosten worden nagenoeg door de Knunnekes gedragen. Vaak wordt er gekeken naar de carnaval, je moet met een zak geld komen om stadsprins te kunnen worden. In Groenland is het heel duidelijk zo dat wij het zodanig faciliteren dat echt iedereen van hoog tot laag stadsprins kan worden. Ik heb een boekingskantoor gespecialiseerd in DJ's en een organisatiebureau waarmee ik in Groenlo en ook in de Achterhoek evenementen organiseer. Ik heb een videobedrijf en een audiostudio en ik maak muziek en geluid voor video en ik produceer zelf bedrijfsfilms. Christophe is al zo lang zo druk om voor Groenlo ook op muzikaal gebied. En die is ook zo druk met de carnaval. Heel veel mensen kennen Christophe als muzikant zijn. Hij is altijd overal voor in. Ook altijd klaar voor een feestje. Eigenlijk vanaf mijn 14e ben ik echt carnaval gaan vieren. En eerst met vriendinnen. En de eerste carnaval die ik ging vieren heb ik ook Christophe leren kennen eigenlijk. Dus wij zijn echt een soort carnavalsetje. Ik heb haar ontmoet tijdens de carnaval in 1992. Toen was zij 14, ik 15. Nou, inmiddels ben ik 39. Ongeveer 2 jaar geleden heeft Christophe mij ten huwelijk gevraagd op een van de buutavonden van de carnaval. Dus wij hebben wel wat met de carnaval. Heersen van het asfalt. En wij zijn natuurlijk getrouwd, we hebben 3 kinderen. Ik heb heel erg het gevoel dat Christophe en ik dit wel heel erg samen doen, samen met Michael Marloes. Omdat je toch ook heel de gezinsplanning stem je eigenlijk af op de campagne. Ja, mijn rol, daar heb ik over nagedacht. Ja, mijn rol is gewoon mede mogelijk maken dat hij kan gaan. Dat is het eigenlijk. En voor de rest heb ik niet zoveel. Mijn rol is eigenlijk niet zo groot. Ik moet zorgen dat hij gewoon kan gaan. En dat betekent hier in huis alles laten lopen en oppas regelen. Nou, taxi, daar ben ik ook wel geregeld al geweest en het is gewoon heel leuk om ook daar achter de schermen van alles te zien hoe het gaat. In Gollen op de blieken stond Maneskin een sik, met mooie grote hurnen, het spat wordt helder wit, de melk was gloren botter, zo pochen Maneskin. Hebben Lotte en Britt vorig jaar ook meegedaan? Toen zijn Britt en Lotte heel gauw achtergegaan. Wij zijn je momenteel les aan het geven, wij hebben vanuit de carnavalsvereniging de Knunnekes hebben wij een leskist in elkaar gezet. En daarmee gaan we eigenlijk alle basisscholen langs. Ik vind het wel leuk, want dan is iedereen verkleed. En ja, dan mag je zelf weten wat je aandoet. Dat is wel leuk. Wie wat is en wat er gebeurt tijdens de carnaval en wanneer. En, ja.
hoe de carnaval eigenlijk gaat en hoeveel feesten er zijn en waarom de Raad van Elven is en de Vorst en de Adjudant en de Prins en wat ze allemaal doen. Wij vinden het belangrijk dat ze in ieder geval weten dat het niet zomaar een feest is van dat je verkleed bent en je mag gek doen, maar dat het ook een oorsprong heeft. En het is ook een stukje opvoeding van wat verwachten we eigenlijk nou van een carnavalsvieren? Om een voorbeeld te geven van, wij hebben het over de buurtavond. Nou goed, in Groenlo is de buurtavond, we zijn 5 keer uitverkocht. Er gaan 500 mensen in de zaal. Het zijn wel onze toekomstige bezoekers. Door die grote oren op meid. Het leven is te mooi om niet te lachen. Als er 4 dagen, 5 dagen achter elkaar dingen gebeuren waarbij je van hot naar her getrokken wordt en dan daar een afspraak hebt en dan daar je gezicht moet laten zien, dan lijkt het op papier dat je denkt, hoe gaan we dit overleven? Maar op het moment dat je er bent, is het elke keer, de ontvangst is elke keer top en dan is het elke keer weer leuk en dan na de tijd dan zit die dag er weer op en is hij voorbij gevlogen en denk je, ja, was gewoon weer een ontzettend leuke dag. Bij de pronkzitting is dit jaar is onze rol vrij beperkt, zijn we gewoon decor. Andere jaren presenteerde ik altijd de pronkzitting, dus ze waren wat dat betreft voor mij achter de schermen wel bekend. Alleen nu zijn we decor. Maar zelfs die rol nemen we wel serieus, want je bent wel zichtbaar. Ik ondersteun Michael. Michael de Prins, die ondersteun ik. Nee, dat is niet bier aangeven. Dat is ook meedenken in hoe je iets kunt schrijven, hoe je kunt optreden, hoe je jezelf neerzet. Daar denken wij samen over na. Ik heb een tandenborstel gepakt. Ik zeg hier, pak dat ding aan. Hij klopt het met grus. Doe dan ook even het opreden aangeven. Merel Lammers, Roos Lammers, de winnende slager wordt het lijflied van de Knunnikers tijdens de nieuwe campagne. En Peter Wekking kreeg dan ook terecht de Chris Mutstegen wisselbokaal uitgereikt. Dit is snel geteld de 4e keer, want ik heb er 4 geschreven. Dus ja, de eerste keer was in 2012 dan denk ik, zoiets zal het geweest zijn. En ja, dat kwam min of meer als een geintje na het zingen. Ik zing donderdag altijd met vocales en dan gaan we meestal een biertje drinken in de city, uiteraard, in de Tempelbar. Toen kwam er een soort van zinnetje door er nog maar één in naar boven. Nou, dat kent iedereen hier in Groningen wel. Dus toen dachten we, nou, het is misschien wel leuk om daar een slager van te schrijven. Of in ieder geval iets richting carnaval, om daar iets meer te doen. Ja, en dan zit je en dan komt er wat in je kop op en dan... Dan vloeit het er zo uit, zeg maar. Het beste nummer schrijven ze altijd in 10 minuten, zeggen ze. Dus zo gaat dat meestal bij mij dan ook. Je ziet het voor je, dat heb ik wel heel vaak. Dat ik iets voor me zie en dan denk van, nou, dat is leuk. Daar kun je een stukje tekst op schrijven en een muziekje bij bedenken. En dan heb je echt iets... ja, echt iets grols. Die optocht is echt zo van grollen. En iedereen is er zo mee bezig. En dan denk ik, nou, dat is ook de moeite waard om daar een liedje over te schrijven. En dan win je ook nog. Carnaval is een, van oorsprong natuurlijk een kerkelijk feest. Hè. Ik weet niet tot hoever het zeg maar in de geschiedenis teruggaat. Maar als je zegt van de laatste eeuwen goed bekijkt, dan is het een kerkelijk feest. Wat na de reformatie eigenlijk overwegend door de katholieken is doorgezet. Dat is misschien ook wel de reden dat het in Groenlo gewoon nog steeds wat harder leeft. Omdat Groenlo natuurlijk een katholiek bolwerk is van oorsprong. Een beetje een afgeleide van de Napoleontische steek is het eigenlijk. Dus je doet een militaire steek op. En de carnavalsgroet die daarbij hoort, die doen wij dus als carnavalisten met links. Wij roepen daarbij Allahaf. En dat Allahaf, dat is een verbastering van alles af. Even 3 dagen niks.
Moet je verschrikkelijk veel bier drinken? Het gebeurt wel, maar het moet niet. Nee, dat is de ene avond verschilt dat met de andere avond. De vriendengroep de Snikkels. Ja. We zijn al 25 jaar bij elkaar en dan ontstaat zo'n naam. En op een gegeven moment wordt het een geuzennaam. En dan de finishing touch. Wij hielden zelf altijd een polletje bij, waarbij we een draaitabel maakten van alle gokjes. En daarin stonden Christophe en ik al wel een aantal jaren bovenaan. Maar afgelopen jaar zakten we daar echt helemaal in weg. Dus dat is wel heel erg leuk dat je... het is natuurlijk juist leuk op het moment dat niemand het meer verwacht. Ja, ik had het wel gehoopt dat een keer vrienden uit onze groep Prins Adjudant werden. Maar dat het dit jaar zou gebeuren, dat zag ik niet aankomen. Nee. Daar kunnen ze ook wel op rekenen dat we inderdaad een lopje met ze gaan nemen. Maar goed, daar ben je goede vrienden voor, dus dan kun je wel een paar goede scherpe grappen over maken. Wes, dat is dus de jeugdprins en ik ben de jeugdadjudant. Wes vader is dan weer de adjudant van Groenlo. En mijn vader is de prins van Groenlo. Dus dan zijn we samen in familie, zeg maar. Je hebt een paar verplichtingen. Je moet naar elk feestje meegaan. Je kan niet zeggen dat je één dag niet wil meegaan. En je moet ook alles leiden. Niet altijd, maar veel dingen moet je inderdaad wel leiden. Superleuk dat dit jaar naast Michael en Christophe ook Wes, de zoon van Christophe, gevraagd als jeugdprins. En onze dochter Merel als jeugdadjudante. Dus naast de prins woont hier ook een jeugdadjudant in huis. Dat is los van elkaar gebeurd. De jeugdcommissie die had hen alle in het vizier en eigenlijk al gekozen voordat wij werden onthuld. Dus het was echt een grote toevalligheid dat zij ook nog eens een keer jeugdprins en jeugdadjudante zijn. Ja, dat is echt super tof. Carnaval is inderdaad een familie iets. En dat wij nu als familie jeugdprins, jeugdadjudant en prinsadjudant zijn, draagt dat inderdaad wel uit, ja. Je gaat mee in de optocht en naar alle feestjes waar mijn vader ook naartoe gaat. En het is heel erg leuk. De Snikkels, dus de vriendengroep, waar prins Michael en adjudant Christophe uitkomen. Nou, dit moeten ze toch fantastisch vinden om te zien. Zag ik nog een traantje toen de Snikkels langskwamen? Ja, dat zag je inderdaad. Als je er nu naar vraagt, word ik weer... we hebben zo'n ontzettend mooie vriendengroep waar ik al zo lang lid van mag zijn. Dat zij zoiets moois maken, dat raakte mij wel, ja. Ja! Vanmorgen werd ik wakker en toen dacht ik, de drie dolle dagen moeten eigenlijk nog beginnen, maar we hebben de afgelopen weken, maanden eigenlijk al zo'n leuke, mooie campagne gehad, dat de drie dolle dagen die carnaval daadwerkelijk zijn, voelt nu nog als een soort afterparty, als een soort toetje dat we mogen doen. En die is vandaag begonnen met deze fantastische optocht, helemaal te gek. Ik heb nog niet meer gemaakt dat er een overspannen prins is bij de Knunnikus. Met als woensdag zitten ze hier allemaal nog haringetjes te eten. Ze zijn er nog en ze vinden het allemaal jammer dat het afgelopen is.